Samen met uw uroloog heeft u gesproken over de diagnose zaadbalkanker. In medische termen heet dit testis carcinoom. Het doel van de behandeling is om de kwaadaardige ziekte te verwijderen en u daarmee te genezen. Deze animatie geeft achtergrondinformatie over de behandeling, het stadium en over de nacontroles. Voor de juiste behandeling van zaadbalkanker en eigenlijk elke vorm van kanker is het belangrijk om zo goed mogelijk het stadium vast te stellen. Wereldwijd wordt hiervoor het TNM-classificatiesysteem gebruikt. De T staat voor tumor, de N staat voor nodes, het Engelse woord voor lymfklieren. De letter M van metastase geeft aan of er wel of geen uitzaaiingen op afstand zijn. Door het verwijderen van de aangedane bal, ook wel orchidectomie genoemd, kan met weefselonderzoek het T-stadium worden bepaald. Het T-stadium kan variëren van 1 tot 4, waarbij een lager stadium gunstiger is. Soms kan de uitslag van het weefselonderzoek toch een reden zijn voor aanvullende behandeling. Omdat zaadbalkanker kan uitzaaien, krijgt u ook afspraken voor een CT-scan van uw buik en borst en voor bloedonderzoek. Via de CT-scan kan gekeken worden of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren of op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld de longen. Als er geen uitzaaiingen te zien zijn, krijgt u een stadium N0-M0. Sommige vormen van zaadbalkanker kunnen ook stofjes produceren die normaal gesproken niet aanwezig zijn bij een man. De zogenaamde tumormerkstoffen heten AFP en beta-HCG. Als deze tumormerkstoffen bij de diagnose verhoogd zijn, zal uw arts na het verwijderen van de zaadbalkanker controleren of ze uit uw bloed verdwijnen. Als de waarden niet helemaal verdwijnen of later terugkomen, kan dit betekenen dat er ergens in uw lichaam nog of weer actieve kankercellen aanwezig zijn. In uw bloed wordt ook het LDH gemeten. Dit is een stofje wat verhoogd is bij celafbraak en dus bij verschillende soorten kanker. Als alle uitslagen van zowel het weefselonderzoek, het bloedonderzoek en de CT-scan gunstig zijn, is er sprake van een stadium 1 testistumor en is aanvullende behandeling niet nodig. Uiteraard zal u in ieder geval 5 jaar onder controle blijven bij uw arts. Omdat deze uitslagen in het begin nog niet allemaal beschikbaar zijn, zal uw arts voor de operatie een afspraak maken om sperma in te laten vriezen voor een eventuele latere kinderwens. Want in sommige gevallen blijkt dat er chemotherapie nodig is waar u onvruchtbaar door kan worden. De kansen op genezing bij stadium 1 testiscarcinoom zijn uitstekend. Tijdens de controleafspraken beoordeelt uw arts of de zaadbalkanker niet is teruggekomen. De kans hierop is niet groot. Uw arts controleert uw bloedwaarde, doet lichamelijk onderzoek om te kijken of er een verandering is in uw gezonde zaadbal en of er verdachte lymfklieren zijn onder de oksels, hals of sleutelbeen. Ook zal geregeld een CT-scan van buik- en borstkas gemaakt worden, soms afgewisseld met een echo van uw buik en een longfoto. De controles vinden in het begin elke 3 maanden plaats en gaan op een gegeven moment naar halfjaarlijks en later naar jaarlijks. Mocht u tussentijds in uw gezonde zaadbal veranderingen opmerken, meld u dan zo snel mogelijk bij uw arts. Deze animatie is bedoeld als toelichting op uw diagnose en of medische behandeling en kan een medisch consult niet vervangen. Raadpleeg bij vragen of klachten uw arts.